Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van FIFA 19 Ultimate Team. Het wordt vandaag een hele harde wedstrijd, denk ik. Dat denk ik wel zeker. We gaan vandaag in ieder geval een wedstrijdje spelen, voetballen dus. We hebben alles een beetje gedaan van... overal aangelegd, nieuwe spelers en zo. Dus ja, voor die wekelijke dingen, dat hoeven we eigenlijk niet de komende dag. Ja, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Dus in ieder geval gaan we vandaag lekker een potje voetbal te doen. Als we winnen, zijn we gewoon kampioen. En gaan we naar divisie 8. Au, dat gaat behoorlijk snel. Laten we gewoon lekker beginnen. Het komt wel helemaal goed. Ja, goed. Want als ik hier op klik, de startcentrum Fit staat 1. Hier, maar ik heb alles gepakt. Hier kan ik niks vinden. Hier kan ik niks vinden. Dus team slot dan. We hebben een wedstrijd met spelers uit elke club waar Ibra bij zat. Ja, dat moet nou weten welke spelen. Goed, dus we gaan lekker een wedstrijdje spelen. Kijk, 13 punten met 1 punt zelfs hebben we al voldoen. Dus bij een gelijkspel zijn we eigenlijk ook al kampioen. Nou, nu moet ik niet van denken, oh, we gaan best wel gelijk spelen, maar we spelen thuis, dat is het voordeel. We spelen tegen die en dit is wereldkut. Is moeilijker dan die gelijkspel van toen 2-2. Dus we moeten in ieder geval deze wedstrijd gewoon winnen. Wereldklasse. Laten we in ieder geval die doen. Met een punt zou gewoon voldoende moeten zijn. Laten we gewoon lekker beginnen. Ik heb behoorlijk veel zin in. Dit zijn de 11 boys. Ja. De voorspelers zijn geblust. Ze hebben geen contract. Boateng. Oeh, godver. Hij heeft nu voor 13 wedstrijden. Mooi, dat is opgelost. Wedstrijd spelen opnieuw. Hij heeft nu. Oh, hij is geblesseerd. In het. Oeh. Dan doen we die. Kunnen we die voor. Oosten? Ja. Dan kan jij doorgaan zo. Doorgaan. Kijk, we spelen thuis. Maar op zich hebben ze een best wel een slechtere dingen. Maar ja, dat wil natuurlijk nog niks zeggen, hè? Wij spelen thuis. Hebben we een goede uitshirt thuis? Oeh, ja, kijk, dat is allemaal weer verwarrend. Best is dat een goede uit. Kijk, dit is de opstelling. Laten we gewoon lekker beginnen. Er was één iemand die één wedstrijd speelde. Ik weet niet wie dat alweer was. Maar het maakt niet zo uit. Goed. Ja, dit loopt lekker. Ja, goed. Ja. Oh, we moeten serieus eerst die fucking dingen doen. Dit is altijd wel heel mooi om te doen. Een kleine trainingtje. En dan meteen vuur, hoppa. Goed. We gaan beginnen, jongens. We gaan kampioen worden. Met 1 punt is voldoende. Met een 0-0 is voldoende. Maar goed, dat willen we niet. Kijk eens aan. Kunnen deze wij hier kampioen? Deze ploeg heeft de competitie gedomineerd. Ze zijn al zeker van promotie. En hebben genoeg aan 1 punt uit de komende wedstrijd. Ja, ik hoop dat het geluid wel heel goed doet. We kunnen vandaag kampioen worden. Kijk, we worden hier allemaal omgeroepen. Koken is uitgegroeid. Hij is de laatste. Hij, na dit kan hij ons kampioen brengen. Koken, zijn laatste wedstrijd. En dan zit zijn huurperiode hier erop. Hij kan zo goed voetballen dat er soms schitterend combinatiespel ontstaat tussen hem en zijn ploeggenoot. En het geluid? Jawel. Lekker goed, ja. Het thuisspelende team gaat in. Dit is onze opstelling, kijk. Vier verdedigers. We hebben eigenlijk twee aanvallers. Twee paar Nederlands. Eentje
één eretitel van de Graafschap. Die zal waarschijnlijk de wedstrijd winnen. Erik Bakker. Natuurlijk worden opkomende backs ook hartstikke belangrijk. Bij de manager moet eigenlijk mijn naam staan. Het klassieke 4-2-speler, maar ja. Dus, niet ik bestuur gewoon deze die mannetjes allemaal. Nummer 10. Het uitspelende team gaat in deze opstelling. Hebben ze nog wat? 4-5-1 met. Je komt er wel heel moeilijk door, denk ik. Spektakel, lijkt me. Hun gaan maar 5 nou, weet je wat, staan. Wat volgens mij nog erger is. Ze zetten eigenlijk al meteen een muur hier. Dat is vervelend. Vier middenvelders. Maar goed. Laten iemand we die we kennen? En hopen op een mooie wedstrijd. Nee. In ieder geval, ik ken ze niet. Goed, we gaan beginnen. De kampioenswedstrijd is begonnen, jongens. Met 1 punt is voldoende. Dus met deze stand zijn we gewoon nog kampioen. Als je zo nagaat. Maar ja, langs de lijn is natuurlijk een niveau moeilijker, hè? Farouk Chité! Eerste kans van de wedstrijd. Is hier gekomen. Ja, het wordt geen makkelijke wedstrijd. En dat is ook een zon. Dat is nog kutter. Odion Ighalo. Maar ik kan die niet veranderen. Dat als die aanval was doorgezet, had het gevaarlijk kunnen worden. Ze hebben nu ook al een eerste kans. Ja, ze zijn. Ze zijn moeilijk te onderschatten. Oeh, shit. Daar gaan we! Lekkere redding van de doelman. Dat was redding nummer 1, hè? Ja, hij gaat het moeilijk krijgen vandaag. Wij gaan het allemaal moeilijk krijgen. Ik moet hij meelopen. Kijk. Aannemen. Oké. Rooney komt er niet langs. We krijgen een ingooi. Oké. Via het is een kom, hoor. Gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Koken nee. Slinger de bal daar voor het doel. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Martens en die. Ja, vuurt. En! Oei. John Verhoek. Van Chardon. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Wayne Rooney. Oeh. Dat was ook een overtreding. Goed gedaan. Een corner. En wie gaat hem nemen? Tegen deze tegenstander is elke kans mooi meegenomen. En dat weten de fans ook. Hoor ze juichen. En diepe corner. Die actie gaan we nog eens bekijken. We moeten uitkijken dat we niet... De bal wordt voor het doel gebracht. Oei! Dat is toch gewoon een vrije trap, zei ik. Lorde gepaast toch. De tegenstander kan de bal... Nee, leg dat mannetje op. Ja, laat het maar liggen. Kijk, oh, we hebben geel. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Charlie Oosten krijgt geel. Daar krijgt hij geel voor. Vrije trap. Volgens mij terecht de gele kaart en vrije trap. En dit is best wel een gevaarlijke plek. Hij is gevaarlijk, Een poging van een enorme mazzel. Afstand, maar is bijna heel veel mazzel gehad. Die had een beter lot verdiend. Rooney. Hey, die wordt aan het shirt getrokken. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Maar we hebben hem geen één keer verloren. Net op tijd onderschept. Ah, ga toch opstaan, jongen. De ruimte voor een counter is er. Dit is gevaarlijk, Die bal is voor goed de gedaan voor Martin Zendi. Ozil. Ach, Ozil toch. Ga terug waar je vandaan komt. Van Chardon. Want vandaag gaan we jou nooit dicht. Richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Gaat voor een sliding. Hey, hij ligt ook al machtig in die.
Odion Igalo. En dit is gevaarlijk. Zijn wat een kans. Daar had hij het openingsdoelpunt op de schoen. En het is maar de vraag even of je nog zo'n opgelegde kans gaat krijgen. Nog 65 minuten te gaan als je zo bekijkt. Van Chardon. De scheidsrechter laat doorspelen. Ah, oh, er was ook niets aan de hand. Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. Chong Chauvet. Bal in de 16. Weg met die bal! Hoe! Die keeper! Ja, haalde hem er prachtig eruit! Kijk. Geweldig. De bal wordt in de 16 gepompt. Ja. En! Oh, maar ja. Als het zo door blijft gaan, dan gaan we het niet redden. Rooney. Ah, verdomme Rooney toch. Uitstekend. Dankjewel. Maar ja, je moet wel de bal meenemen. En niet liggen de klooien. Tanglong. Weg met de bal, lekker gedaan. Ga nou goed kijken. Is Rooney. Bak. Van Chardon. Sunji. Gaat je ook niet lukken hoor. Chang Chauvet. Van de Graafschap. Geen wonder dat ze laten staan. Ja, de week een begin weer de Eredivisie. Hoe speelt hij dit uit? Weer. Eindelijk. Hij heeft vroeg mogelijkheden. En! Daar stond de verdediger tussen. Vrije ze krijgen een vrije schop. Wat gebeurt er daar? Volgens mij werd er geduwd of getrokken. Want ik heb het niet gezien, ik was echt focussen aan die bal. Ik moet ook blijven focussen. Lotte. Want dit is een wedstrijd. Austin. Waar je vol voor moet gaan. Koke. Juist, dit geen wedstrijd. Verhoek. Wat ga je doen? Hij trekt naar binnen op zoek naar een kans. Die bal is voor de ja, keeper. Als je die bal daar neerlegt, ja. Volgende, als we deze wedstrijd verliezen, we hebben met natuurlijk nog tijd, want we hebben nog wat wedstrijden. Kijk, als dit de laatste wedstrijd was, dan was het natuurlijk alles of niets. Balbezit heroverd, maar helaas van. Maar je wilt natuurlijk thuis gaan afmaken. De bedoeling was duidelijk, maar de 1 punt is voldoende. 1 punt. Met een 0-0 ben ik tevreden mee. Ik zweer het jou. Rooney. Farouk! Ja, het is 1-0. John Verhoek doet het. Het is 1-0. Dat is mooi. Ze hebben genoeg aan 1 punt om nu al de titel. En nu moeten we ervoor zorgen dat we niet 2 tegengoals krijgen. Het is 1-0. Het is 1-0. Hoe hebben ze het spel gemaakt? Gaat het weinig in de melk te brokkelen? Het is toch gelukt om te scoren. Ja, ondanks dat de tegenstander. Het is 1-0. Jawel. Hij zit. Toch een goal gemaakt. Hij doet het. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passen zijn uitstekend. En nu moeten we ons hoofd erbij houden. Oh, 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 oh. Goeie redding. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een 3 minuten blessuretijd wordt erbij gegeven. De corner. De corner is genoemd. Die bal die moet weg. Die gaat naast. Die gaat er langs. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Maar de tweede helft, die is pas moeilijk. Kom maar op met die voorzet, joh. Maar juist bij de tweede helft, je moet gewoon het spel uitspelen. Ja, natuurlijk. Gewoon schieten, ook al lijkt de hoek nog zo moeilijk. Dat scheelde niet veel, even. Andere opties lagen misschien meer voor de hand. Maar heel mooi. Dit ook wel mooi. Van hem, hij heeft het gedaan, John Verhoek. Hij scoorde. Heel goed, Evert, het is een fantastische speler. Ja, en natuurlijk door die late goal van hem ziet de wedstrijd er nu totaal. Balbezit 41%, maar. Oh, 41%.
En dan gewoon 59. Maar toch zijn... We hebben twee keer geschoten op doel. Vier keer is... Zo zie je dat de tegenstander veel meer. Hebben ook veel meer corners. Geel. En de goal. Verder is niets echt gebeurd. Goed, we gaan lekker verder met de tweede helft, jongens. Nu is er verzorgd om gewoon de wedstrijd uit te spelen. Ga niet achteruit leunen. Ga gewoon door. Probeer die 2-0 te maken. En hopelijk kunnen ze dat volhouden in de tweede helft. Want er is een doorbraak. De 1-0, die is er. Maar nu moet je dat niet weg gaan geven. Daar reageert die keeper alert op die kopbal, hoor. Oh, hij ziet het in. Dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. Blijf erbij, de hoofden erbij, bij alle spelers. Koké, laat eens even zien, je laatste wedstrijd. Kan jij online games na divisie, ja, acht brengen. Die bal is voor de tegenstander. Wayne Rooney. Rooney! Corner. Corner, een kans om de voorsprong te vergroten. Koké neemt. Koken slinger de bal daar voor het doel. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander laat gaan. Toch weg te werken. Die Ozo, ik vind dat hij niet heel goed speelt. Mislukte invoer, wegbalbezit. Ozo, fucking laag voor zijn balbezit. Odion Ighalo. Oh. Hij is er door, hij is door. Goed gepakt. Die bal is weg. Maar we zijn het is toch niet klaar, corner. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. De coach wil in deze tweede helft meer actie op het veld. En dan moest dus iets gebeuren. Balbezit, ik heb 40% balbezit. 40% daar. Oeh, wat een mazzel. De aanval loopt door. Bal moet weg. Hij is weer terug. Özil onderschept. En buitenspel, als het geen buitenspel, dan is het wel heel mooi weggegaan. Erik Bakker is ook helemaal... Ja, het is buitenspel, ja. Rustig het balletje laten lopen. Dik half uur nog op de klok. Qua voetbal tijd dan, hè. Hier. Sunji. Maar in het echt zal er 4 minuten of zo zijn. In die 4 minuten kan heel veel gebeuren. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Oh, oe. Wat een snelheid. Ja, dit moet toch wel opgelost worden. Ja, natuurlijk. Vol op de pantoffel. En veel scheelt het niet. Heerlijk, hè, zo'n volley, Evert. Ja, daar moet je wel wat geluk bij hebben. Ja, half uur nog. Fraaie paas over de breedte. Nou, dan... Bal in het strafschopgebied. Oeh, dit zijn altijd gevaarlijke balletjes. De bal wordt voorgegeven, maar daar is niemand. Verhoek. Nee, dat haalt Verhoek niet. De scheidsrechter geeft een vrije schop. Laten we in ieder geval ook maar eens even gaan wisselen. Bakker is moe. Bakker gaat eraf. Die gaan we voor Vormer. 79 voor hem. Gaat Ozio er ook af, want ik vind dat hij ook niet goed speelt. Ze gaan er allebei ervan af. Ja, die Bakker die is moe, hier. Geeft de bal gewoon zomaar af. Austin, die heeft geel. Misschien moeten we hem misschien ook... Ik zit nog wel vroeg in de wedstrijd. Maar misschien met Mazzadal in de 70ste minuutjes de wissel inzetten. Bakker. Waar ben je mee bezig, Bakker? Die wordt weggestuurd. Schot gelost. Tegen de Hij onderbreekt de aanval met die actie. Het is natuurlijk wel pech, hè, als je het aluminium raakt. Oh, steek toch die bal op tijd, man. Wie weet levert dit een kans op. Wat gaat hij doen? Chong Chauvet. Hij gaat uitstekend langs de man. Ja, jongen, je komt er bij mij even niet langs. Dat is een vrije trap. Ze krijgen een vrije schop. Hij legt mij gewoon op de grond. Een dubbele wissel bij deze. Dubbele wissel. Oma Marsarel erin en Ruud Vormer erin. Mij ziet Oezo eruit en Erik Bakker er ook uit.
Ja, die Erik Bakker die was moe. Hij speelt niet slecht. Ik vind dat ik... in deze team past hij wel. Vormer. Toch komt hij van de Graafschap af. Je zal zeggen van ja. Wayne Rooney. Speler van de Graafschap, dat is toch niet? En die wordt weggewerkt. Zodat de Graafschap Oostien. Oostien Buren! Ik zag die bal zo het doel inzeilen, maar dat wordt voorkomen door een geweldige redding. Ja, een uitstekend schot, maar die redding die mag er helemaal zijn. Het gevaar wordt afgeslagen. Uchalo. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. Die bal heeft te veel snelheid. Oh. Dit gaat wel aflopen. Voorzichtig. Mooi balletje. Voor me. Probeer het spel juist zo breed mogelijk te houden. Steken naar hem. Loton. Misschien kan Loton de bal ergens voorbrengen. Dat bedoel ik. Tja, zo goed was hij ook weer niet. Maar dan moet je hem beter. Vormer! Nee, dat is ook niet. We gaan wisselen. We gaan de laatste wissel inzetten. Wie gaan we doen? Hij is best wel slecht. 75. Nou, op zich hebben we best wel goede verdedigers. 76. Austin heeft geel. Ik ga. Of zullen we Verhoek eruit gooien? Nee, Verhoek die blijft erin. Ja, hij is ook best wel moe. Verhoek trouwens ook. Maar die 10 minuten kan nog wel. Een 1-0 krappe zegen. Dat zou gewoon goed moeten zijn. Die bal lijkt het was natuurlijk wachten op de 1-0. Maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Hij kan moet mee. Amper horen praten, Jury. Het publiek weet dat dit een zeer belangrijk moment in de wedstrijd is. Zet hem nu voor. Ja, ze weten dat het Elfsen moet gaan scoren en toch nog een goed resultaat gaat halen. Probeer misschien toch de 2-0 dat je de zegen definitief te pakken kan krijgen. De tegenstander weet. Want ik geloof erin dat we vandaag kampioen gaan worden. Ik dacht dat het vandaag een hardere wedstrijd zou worden. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal. Wie is shirt nummer 9 bij ons? Hou hem binnen. Gespeeld om het veld zo breed mogelijk te houden. Verhoek. Hij zorgt wissel. Dat het gevaar weg is. We komen wissel aan. En de 90e minuut. Hoeveel minuten gaan we er nog bij? 3 minuten blessuretijd. Terwijl dan met een gelijkspel ook kampioen zijn. Maar winnen in een kampioenwedstrijd is natuurlijk nog mooier. Die bal lijkt goed. Maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Mooi onderschept en het gevaar. We worden kampioen. We gaan naar divisie 8, jongens. Zo natuurlijk, we zijn kampioen. We zijn zeker al in divisie 8. Maar wij zijn kampioen geworden. Met een 1-0 zegen is dit voldoende. We zijn kampioen. Verbluffende prestaties dit seizoen van een club die de concurrentie in deze divisie wist weg te blazen. Het was toch wel moeilijk. 1-0. Nou ja, die 1-0 hebben we weer. John Verhoek doet het. En deze kampioenswedstrijd. Beslissend voor de zegen. 1-0. Heel erg kijk, met mooi. Iets meer geluk was overwinning door hem nog ruimer uitgevallen. 43 minuten. Eigenlijk was de wedstrijd na de eerste helft. Ja, in de tweede helft moet je eigenlijk gewoon de wedstrijd uitspelen. En dat hebben we gewoon gedaan. Kijk, lekker dat geld. Kaartenmuntie. Geen teken, hoppa, weer 75. Nu gaan we even kijken naar de hoogtepunten. Ach, ja, die gele kaart hoeven. Kijk, hier hebben we ook zoveel geluk gehad, hè.
Of was dat... Het staat gelijk. Ja, zie je? Dat scheelde ook veel. Hier ook heel veel mazzel. Bal in de 16. Goeie redding. Dat was een goede redding. Hier is gewoon ja, eigenlijk die doelpunt uit gevallen. Rooney heeft ze loeren op een gaatje. Schiet! Maar misschien heeft hij ook wel een beetje geluk gehad. Ze komen op voorsprong, dat is mooi. Het was eigenlijk gewoon uithalen hier. Om nu al de titel te pakken en dat lijkt te gaan lukken. Heel mooi. Pakt hem met een sliding. Ja, hier had hij heel veel mazzel gehad. Want dat had ook wel echt fout kunnen aflopen. Dit zijn onze kansen. Rooney. Austin. Hij raakt hem. Ja, dat was zo'n beetje. Goed, we zijn natuurlijk... Door moeten natuurlijk weer zo'n nieuwe dingen. Kijk. Titel gewonnen. Nou, 1-0. Je hebt 1500 munten gewonnen. Ja, mooi. Dan moeten we nu weer een keuze gaan maken. Probeer hetzelfde wat we als bij deze hebben gedaan. Wereldtour. Wat is dit? Semi-professioneel. Op zich zal dit te doen moeten zijn. En wat is dit? Kijk, die is geen professioneel wereldklasse. Ja, ik weet niet, misschien... En deze dan. Semi-prof geeft er een paar. Die geven een paar professioneel. Semi-prof, professioneel, professioneel, professioneel. Semi-prof, semi-prof. We moeten 16 punten. Semi-prof kun je... Makkelijk 3, 6, 9, 12, 15 punten en dan. Dit zou moeten doen. Zullen we gewoon deze doen? Even een paar. Toch hebben we er een paar professioneel. En semi-prof. Ja, dit is allemaal te... Deze, ja. Deze is gewoon niet te doen. Ik weet ook wat wereldklasse en prof. Maar ik wil misschien toch weer een paar... Laten we deze dan maar gaan doen. Deze is de makkelijkste. Daar krijg je ook nog een bronzen beloningspakket. Terwijl dat je hier... Ja, we gaan deze pakken denk ik jongens. Heeft toch maar wat gedaan. Kijk, professioneel. Wereldklasse heeft hij niet. Maar ja, je hebt hier natuurlijk wel meer professioneel dan semi-prof. En bij die andere hadden we iets meer semi-prof dan professional. Dus we gaan juist deze pakken. Is denk ik toch wel iets wat tussen ons past. Dus de derde. Ja. We gaan het dus hiermee doen. En hij heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 wedstrijden. Uit die 10 wedstrijden moeten we toch wel wat aantal punten pakken. Ja, we pakken die. Ja, ik wil in deze beginnen. We spelen ook meteen weer thuis. Misschien gaan we die vrijdag wel aandoen. Moeten we nog even kijken. We moeten sowieso 9 punten hebben. Om niet te degraderen. Dus als de eerste 3 wedstrijden meteen volop winnen. Zijn we niet gedegradeerd. En we zitten in divisie 8. Ja. Zo dat we naar divisie 7 gaan hè jongens. Goed. Maar kijk als je die 9 punten hebt. Dan gaat het heel snel voor promotie weer. Of je eigenlijk maar 4 punten en... Je bent toch? En bij 3 wedstrijden winnen en je bent kampioen.
Dus in totaal moet je gewoon 6 wedstrijden als je die 6 wint. Dan ben ik kampioen. Ja, gelijkspelletjes kan natuurlijk ook. Maar dit is hoe wij gaan starten. We hebben natuurlijk nog wat 2 speel gewoon. Die hebben we voltooid. Hebben 100 punten. Spelerkeuze, wat is dat? Kies een speler om je club toe te voegen. Maar alleen fucking 1 wedstrijd. Serieus? Ik denk dat ik al weet welke. We kunnen van Salah, Neymar, Pogba, Hazard of Antoine Griezmann. Snelheid 86, 91, 75, 92, 92 en 84. 84, Pasen 79. Hazard heeft een betere Pasen. Verdediger. Dribbelen 94, 95, 95 dribbelen van Neymar. We gaan voor Eden Hazard. Ja, we gaan. Voor 1 wedstrijd staat hij gewoon hier, hè? Ik vind dat prima. En wat is dit? Goed, ik ben tevreden daarmee. Goed, kijk, we hebben dit weer alles allemaal voltooid. Dus we hebben eigenlijk vrijdag hebben alles gedaan. Dus we kunnen vrijdag gewoon weer een wedstrijd gaan spelen. Goed, ik ga het hier eens belaten, jongens. Kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan maar weer, jongens. Mazzel!